Dat is Al-Mayadin, Oud-Libanon. Sommige mensen zeggen dit is pro, maar ik vind gewoon ook een belangrijke zender, er komt heel veel informatie van. Hoe kijkt u naar deze beelden? Afschuwelijk, pijnlijk. Dit is geen vrede. Mensen in de nood en heel veel bombarderen. Dit is gewoon geen goed nieuws. Wat voelt u daarbij? Hoeveel zorgen heeft u daarbij? Hartpijn. Hartklacht. Misselijk. Ja, ook pijnlijk. Ik voel gewoon ook zwaar. Heeft u nog familie of vrienden in Syrië wonen? Ja, de meeste van de familie nog steeds in Homs. Ik ben daar opgegroeid. Ik heb een hele prachtige herinnering. Familie, nog steeds daar. Dus dit is ook voor mij, mijn hart is twee stuk gedeeld. Ja, dit is mijn land. Ik ben daar ook gegroeid in Syrië. En sinds 19 jaar geleden naar Nederland. Hoe is de situatie nu in Homs? Angst. Angst en moeilijk, omdat niemand weet hoe is het verder. Wat is er volgens u gebeurd bij die chemische aanval? Ah, dit is afschuwelijk. Heel veel kinderen, mensen. En ik hoor ook van de media, maar voor mij, ik heb gewoon geen eigenlijk één bewijs gezien. En voor mij de bewijs niet echt nodig, maar de vrede nodig, ook de mensen. Het maakt voor u eigenlijk niet uit wie die aanval gepleegd heeft met gifgas. Ja, dit is niet makkelijk te ontdekken. Of geen bewijs. En voor mij, de dader moet opgepakt. En die groepering overal onrust brengen in Syrië. Dit is voor mij de grote gevaarlijke groepjes. Voor hun eigen belang. De bommen uit het westen vielen onder andere hier. Het onderzoekscentrum bij Damascus, dat een van de doelen was afgelopen nacht. Wat vindt u van die aanval van Amerika op Syrië? Hij wil gewoon zijn spier laten zien. Nou jongens, is gebeurd. Ik wil gewoon ook laten zien, ik ben sterk. Overal in Amerika, hij heeft geen sterke gezag. Wat denkt u dat het gevolg kan zijn? Van elke actie komt de reactie. Dus dit is niet makkelijk. Misschien ook een reactie van andere mensen. Van andere landen. Wat heeft Syrië volgens u nodig op dit moment? Syrië heeft rust nodig en vrede.